warm welkom allemaal. Kerstdag komt eraan. De evolutie van de tijd heeft het kerstgebeuren een diverse betekenis gekregen voor zoveel mensen. Voor mij althans blijft het een feest in het hart, met het gevoel van verbondenheid met elkaar. Het Okrakoor van Mechelen Centrum biedt u in deze prachtige omgeving een concert aan met onze allermooiste kerstliederen, want muziek is de moedertaal van het hart. Ik wens u een gezellige nacht en een heel gezellig samenzijn. We starten met een alom gekende melodie die door dichterlijke vrijheid een symbool is geworden voor Kerstmis. O Den. Uit de Caraïben bereikt ons in het jaar 1956 een zeer mooi kerstlied, gezongen door Harry Belafonte. En veel artiesten hebben in hun repertoire dit kerstlied opgenomen, met reden. Zodat het eigenlijk nu de wereld rondgaat, hartverwarmend in deze decemberdagen. En het kerstverhaal begint eigenlijk heel eenvoudig, zoals het altijd geweest is. Heel lang geleden in Bethlehem, zoals de Bijbel zegt, werd Maria's kind daar in een kribbe neergelegd. Mary's boy child. Thank you.
Abahaichi, Bumbaichi, Bumbum. Niemand kent de betekenis hiervan. Maar wat ik wel kan meegeven is het volgende. Het is oorspronkelijk een Duits wiegenlied, gecomponeerd door een zekere Friedman in het Beiers dialect, begin 19e eeuw. Heden ten dagen is het een zeer actueel en een zeer succesvol kerstlied. Abahaichi, Bumbaichi, Bumbum. Naar het schijnt heeft koster Jozef Simons op het hoog koor van de kerk in Turnhout een tekst geschreven van een kerstliedje, lang geleden. En heeft dat geschreven tijdens een eigenlijk veel te lange preek van de toenmalige meneer pastoor. Later werd die tekst op muziek gezet door Armand Redon, al onbekend. Dus helemaal van bij ons. En bijna, zo beroemd als Stille Nacht. Je hebt het al geraden, Suzanne Mia. Van zeven.
In het jaar 1651 werden hier in onze komtrijen ook reeds kerstliederen gezongen. En wij houden eraan om een lied te brengen in de toenmalige oude Schelling, om de originaliteit ervan te bewaren uiteraard. Van Antwerps volkslied naar een prachtig kerstlied. Komt herders, komt met een zenuw, laat een boksken en schapen. Een lied uit ons collectief geheugen dat zeker nooit mag ontbreken op een kerstfeest of een kerstconcert zoals hier. En het is een lied dat bij uitstek
zonder romantiek de echte betekenis van Kerstmis weergeeft. Namelijk onze verbondenheid in Christus en in zijn boodschap. Adeste Fidelis. Verlanglijstje staat nog een lied om dit gedeelte af te sluiten, namelijk White Christmas. Het is een profaan kerstlied geschreven door Irving Berlin in 1940 en het gigantisch succes is te danken uiteraard aan de interpretatie ooit door Bing Crosby. Er werd een film van gemaakt met dit lied in 1954. En het jaar daarop, dus 1955, kwam het in het allereerste Guinness Book of Records. Als de meest verkochte kerstplaat ooit. Laten we dan samen dromen, zelfs in deze tijd, van een witte kerst. I dream of a world.
Barcarolle. Barcarolle of gondellied. Het Italiaanse woord barca betekent boot, vandaar barcarolle. Het is een volkslied dat door de Venetiaanse gondeliers gezongen wordt. Laat ons even wegdromen op de wiegende golven van de Canal Grande. Uit Hofmans vertellingen, de barcarolle van Offenbach. Sally Gardens. De Sally Gardens is van oorsprong een Iers gedicht dat tot de verbeelding spreekt. Het is omgevormd tot een romantische ballade in een tuin van Eden. Pure poëzie dus, in de Sally Gardens. Thank you.
Eurovisie Songfestival 1979 had plaats in Jeruzalem. Van de deelnemende landen won Israël voor de tweede maal op een rij met het lied Halleluja. Uitgevoerd door Gali Atari en Milk and Honey. Deze vrolijke melodie hoort u vandaag in onze versie. Halleluja! Amazing Grace is een bekende christelijke hymne, geschreven door de Anglicaan John Newton in 1772. Deze emotionele melodie werd wereldberoemd en wordt vooral gespeeld op doedelzak. Het leidmotief is hoop en vertrouwen. Amazing Grace. Thank you.
zijn de wijnkelders van de geest. Ik vermoed dat velen onder u in een jeugdbeweging geweest zijn, zoals de Scouts, de Giro. Bij het afsluiten van de dag werd een lied gezongen in groep of bij het kampvuur als bezinningsmoment. Deze sfeer kunnen wij ons voor de geest halen bij het zingen van het spirituele avondlied. De volgende twee liederen hebben veel gemeen met elkaar. Anno 1900, de periode dat het met Vlaanderen goed ging en alles nog clean was in de natuur. In dat lied van mijn land horen wij lach ons toe uit lindegroen, bloemenkrans of blij festoen. In Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen horen wij woorden die getuigen van dank, devotie en vooral eerbetoon aan Onze Lieve Vrouw, die via haar zoon aan de basis lag van het christelijk gedachtengoed, waarop de hele westerse beschaving gestoeld is. Deze liederen zijn typisch Vlaams en bijna iedereen kent ze. Daarom nodigen wij iedereen uit om samen te zingen Lied van mijn land, Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen.
dit concert afsluiten in de kerstsfeer. Dat maakt dat het mooiste kerstlied aller tijden kent zijn oorsprong in Salzburg. Voor de eerste maal werd het gezongen op 24 december 1818. Dat is al een tijdje geleden, geloof ik. Deze eenvoudige melodie raakt steeds de harten van de mensen en staat symbool voor vrede op aarde. Ondertussen is het ook bekroond door de UNESCO als cultureel erfgoed. Dat kan niet anders dan Stille Nacht, Heilige Nacht zijn. Beste vrienden, ik hoop dat jullie genoten hebben van dit prachtige kerstconcert. Wij danken Lize Marken. APPLAUS.
Geef ze nog een daverend applaus. Lieve mensen, wij danken u allemaal voor deze mooie namiddag. De mensen die ingeschreven zijn voor de koffie en taart, de werkers, zowel organisatoren als uitvoerders. Voor eerst mevrouw Anna Peters, waar ik juist die mooie bloemen van kreeg. En de medewerkers die van Samana, die ook een handje geholpen hebben om hier alles toch klaar te zetten. Maar ja, als je hier toekomt, moet je dat toch ook in de bres brengen en van alles doen en wat weet ik allemaal. Het is niet zo mooi, maar dat is nu eenmaal zo ons optreden. Dank ook. Dank aan Lode Toto voor zijn gedrevenheid en zijn onontbeerlijke muzikale naar ons toe. Het koor heeft u nodig. Onze drie presentatoren, aan onze drie solisten en als laatste, maar niet in het minste, aan al de leden van ons koor, het Okra-koor Mechelen Centrum. Mag ik dan wacht. Een speciaal applaus. Een warm applaus uit uw hart, door uw handen recht naar hem. Dat is het koor van Mechelen.